Kun jij de emoties van jouw huisdier herkennen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil beginnen met een aantal vragen te stellen. Wie van jullie heeft een huisdier? En ik bedoel dan vooral een kat of een hond, dus geen hamster of hagedissen. En wie van jullie denkt dat jullie huisdier een bepaalde emotie heeft? En wie van jullie denkt dat je die emotie kunt herkennen? Kun je een verbaasde kat herkennen? Kun je een verdrietige hond herkennen. Nou, dat zijn typisch vragen die wij in ons onderzoek gesteld hebben, maar daarover meer. Voordat ik natuurlijk de vraag wil beantwoorden: van, kunnen wij überhaupt emoties in een huisdieren herkennen, is het van belang natuurlijk om een tussenvraag te stellen: hebben dieren, hebben huisdieren überhaupt emoties? En vanuit een wetenschappelijke manier zou je op twee manieren dit kunnen benaderen. De eerste manier, je zou kunnen zeggen van: Wees daar heel erg voorzichtig mee. We zijn natuurlijk heel snel geneigd om menselijke eigenschappen aan onze huisdieren toe te kennen. We kennen allemaal voorbeelden van uh, lachende honden die wij ook vinden lachen terwijl ze dat niet doen. Uh, voorbeelden van lachende dolfijnen die niet echt lachen. En dan zou je ook concluderen van nou, laten we ervan uitgaan dat dieren, huisdieren geen emoties hebben, tenzij we wetenschappelijk kunnen aantonen dat ze dat wel hebben. Dat is een manier waarop je er tegen zou kunnen kijken. Ikzelf kijk liever op een andere manier als ik het heb over emoties van dieren en met name emoties in honden en katten. Als je kijkt vanuit een sociaal perspectief is het natuurlijk helemaal niet zo verwonderlijk dat dieren ook bepaalde emoties hebben. Dus voor mensen is het heel belangrijk om te herkennen of een medemens boos of verdrietig is, hoe je met hem of haar omgaat. En natuurlijk voor dieren, vooral dieren die in sociale groepen leven, zoals bijvoorbeeld honden, maar ook solitaire dieren, daarvan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat zij op een zekere manier kunnen herkennen. Wat voor emotie hun mededier heeft. Dus van een sociaal perspectief is het vrij plausibel om te veronderstellen dat dieren emoties hebben. Ook als je kijkt vanuit een neurobiologisch perspectief, vanuit een evolutionairs perspectief, naar de ontwikkeling van de hersenen in zoogdieren bijvoorbeeld. Dan zie je dat mensen de eerste laag van de hersenen, het zogenaamde reptiele brein, laat zien dat daar de primaire emoties, zoals angst en woede, emotie ook te maken hebben met overleven, vooral huizen. De volgende laag, het limpsysteem. Daarin zitten meer de sociale emoties die te maken hebben met verdriet of met medeleven. En tenslotte de neocontext, daar is meer het redeneren over emoties. En bij de mens zie je deze structuren duidelijk terug. Maar ook bij de zoogdieren zie je vergelijkbare structuren. Bij katten en bij honden zie je vergelijkbare sturen in de hersenen. Wat dus vanuit een neurobiologisch perspectief, evolutionair perspectief, een plausibel maakt dat dieren ook emoties hebben. Dus de tweede manier om tegen emoties aan te kijken is eigenlijk net andersom. Je kunt zeggen van, nou, ga er maar vanuit dat dieren, zoogdieren vooral, katten en honden, onze huisdieren, dezelfde emoties hebben als wij mensen. Tenzij we kunnen aantonen dat ze dat niet hebben. En eigenlijk hou ik daar veel meer van, van dit perspectief, om naar emoties te kijken. Maar hoe meet je nu emoties in dieren? Hoe kun je nou zien of dieren bepaalde emoties hebben, ja of nee? Je kunt het natuurlijk doen via observationeel, experimenteel onderzoek. En er zijn ook op het internet... Talloze filmpjes te vinden van emoties van dieren. En jullie kennen waarschijnlijk wel dat komkommer- en kattenfilmpje, waarbij een kat netjes zit te eten, plots een vreemd voorhoofd achter zich ziet, in dit geval een komkommer, en dan heel erg in de lucht springt, heel erg schrikt. Ik heb het ook geprobeerd bij mijn eigen katten en die zijn schijnbaar wat relaxter dan de katten in dit filmpje, want die reageren helemaal niet. Maar het schijnt dus vrij vaak te gebeuren dat katten dan heel erg schrikken. We kennen ook in het filmpje van uh, de hond, waarvan de eigenaar zich verkleedt als zijn meest favoriete speeltje. Je ziet hem eerst heel verbaasd kijken, wat gebeurt nu? En tenslotte heel blij en opgewonden de eigenaar knuffelen. Van wauw, dit is wel heel erg leuk. En zo zijn er talloze voorbeelden te vinden op internet van huisdieren die verschillende emoties uh, vertonen. Uh, en uiteraard is dit allemaal anekdotisch materiaal. Er zijn ook veel experimenten, observationele experimenten gedaan door wetenschappers... Die vergelijkbare uitkomsten laten zien. Die laten zien dat je laloerse aapjes hebt, dat je een medelevende kat hebt. Dus op een groot aantal manieren is onderzoek gedaan naar de emoties van huisdieren. Je kunt het ook op een meer neurobiologische manier doen. Er is onderzoek geweest met MRI-scanners om te kijken waar emoties in honden plaatsvinden in de hersenen. Dat was niet gemakkelijk, want eerst moesten honden geleerd worden om heel snel met een kop in een MRI-scanner te liggen. Maar als het eenmaal gelukt is, werd die honden een bepaalde prikkel gegeven, een positieve en een negatieve nare prikkel. En wat blijkt, in de hersenen liggen op dezelfde plekken de MRI-scan op als ook bij mensen. Dus dat is ook wel een aanwijzing tot emoties in dieren wellicht op een vergelijkbare manier in de hersenen veroorzaakt worden, plaatsvinden, dan bij mensen. Dus observatief, experimenteel en via meer neurobiologisch onderzoek is er al veel gedaan om te kijken of dieren al dan niet emoties hebben. Wij hebben iets totaal anders gedaan. Wij hebben aan mensen gevraagd: denken jullie een emotie in je huisdier te herkennen? Een beetje net zoals de vragen die ik in het begin stelde. Via vragenlijsten hebben we dat gedaan. Wat we ook gedaan hebben: we hebben aan mensen gevraagd, stuur een fotootje van je huisdier waarop hij of zij, de kat of de hond, een hele duidelijke emotie vertoont. En vervolgens hebben we aan deskundigen gevraagd: kunnen jullie dat ook terug herkennen? Nou, ik wil het ook met jullie doen. Dus als jullie even allemaal de mobiele telefoon pakken. Daar uh, hebben jullie al software en er komen een aantal voorbeelden van foto's voorbij. Uh, en de vraag aan jullie is: wat voor emotie denken jullie op deze foto te herkennen van de kat of van de hond? Nou, laten we beginnen met de eerste. Welke emotie heeft deze hond volgens zijn eigenaar? Is deze hond woedend, angstig, vol schaamte of vertoont hij een zekere mate van afkeer? Oké. Okay. Nou, de eigenaar van deze hond. Zij van dit is mijn hond die is duidelijk woedend. En even kijken wat uh, jullie hebben gestemd. Slechts 9% van jullie vindt dit ook een woedende hond. Tegen die andere mensen zou ik willen zeggen wees wat voorzichtig als je voortaan in een park gaat wandelen of een stukje gaat joggen en je komt een hond tegen waarvan je denkt van hé hey, deze hond uh, is vol afkeer. Het kan zomaar zijn dat hij niet blij is dat je langs hem rent. Een volgende voorbeeld. Welke emotie hebben deze katten volgens de eigenaar? Zijn deze katten verdrietig, vol afkeer, angstig of woedend? Nou, volgens de eigenaar zijn deze katten angstig. En wat hebben jullie gezegd? Het van jullie, nou, niet het maar een groot deel van jullie vindt inderdaad ook dat deze katten angstig zijn. Uh, maar dat is een goed alternatief. Deze katten zijn woedend, woedende katten. Een derde foto. Het gaat over een hond. Welke emotie heeft deze hond volgens de eigenaar? Is deze hond vol afkeer, schaamtevol, heel erg blij of vertoont deze hond verbazing? Nou, wat zegt de eigenaar? Dit is mijn hond, die is wel erg blij. Nou, wat zeggen jullie? 84% van jullie, dus het merendeel van jullie, vindt deze hond inderdaad ook blij. En dit is inderdaad een foto uit honderden foto's. Waarin de overeenstemming tussen de eigenaar, wat de eigenaar zei: van dit is mijn hond, die is erg blij. En ook deskundigen en andere mensen uh, zeiden over deze hond. Dus, dit is een hele duidelijke uh, primaire emotie, blijdschap, die door heel veel mensen herkend wordt op basis van deze foto. Uh, een laatste voorbeeld. Welke emotie heeft deze kat? Is het een kat vol schaamte? Een angstige kat? Een verdrietige kat? Of een kat die vol afkeer zit? En ik ken deze kat, er hoort een verhaal bij. Dit is de kat uh, waarvan de huisgenoot epilepsie heeft. Dus de andere kat in dit huis die heeft epileptische aanvallen. En deze kat test het helmpje voor die kat. De andere kat moet, omdat hij vaker van de venster afvalt zo'n helmpje dragen. En Volgens de eigenaar is deze kat vol schaamte. Hij schaamt zich dood dat hij een helmpje op moet, terwijl hij dat helemaal niet nodig heeft. En Ik nou, ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Je ziet er toch een groot aantal mensen een andere emotie aan deze kat toekent dan de eigenaar doet. En wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is dat het niet zo makkelijk is. Vooral de wat moeilijkere, complexere emoties zoals schaamte, afkeer, die zijn heel lastig op basis van foto's alleen in te schatten. En zeker voor jullie die niet de eigenaar zijn van die kat of de hond. Het blijkt ook heel lastig te zijn, zoals ik al zei, voor deskundigen. We hebben dit ook voorgelegd aan een grote groep deskundigen. En ook zij waren niet unaniem bij geen enkele foto die we ze voorlegden in staat dezelfde emotie te geven. En dat is natuurlijk vrij logisch. Hè? Het commentaar wat we terugkregen is: van ja, maar ik zie alleen een hoofd. En dieren kunnen natuurlijk met veel meer lichaamsdelen hun emotie tonen. Kwispelen van de staat bijvoorbeeld. Een andere reden was: van, ja, maar ik zie een stilstaand beeld. Ik zie helemaal niks bewegen. En ik weet de context niet. Ik weet niet of de kat net eten heeft gehad of de hond net uitgelaten is. Dus het is gewoon heel lastig om op basis van foto's alleen. Uh, duidelijk emotie te herkennen. Wat wel interessant is uit het onderzoek naar voren kwam, is dat er een duidelijk verschil is wie je bent. Ben je een man of een vrouw? In het algemeen, en dat kwam uit het onderzoek naar voren, mogen het uit ander onderzoek. Zijn mannen, denken mannen beter in staat te zijn de wat hardere emoties te herkennen in huisdieren, huisdier, zoals woede en angst. Terwijl vrouwen over het algemeen beter in staat zijn de wat zachtere emoties, of denken beter in staat te zijn de zachte emoties te herkennen, zoals verdriet en medeleven. Er was ook een heel duidelijk verschil tussen kat en hond. Bij katten werd minder emoties herkend door de eigenaar, of ze zei dat ze minder kon herkennen dan bij een hond. Maar ook jong oud. Hoe jonger je bent, hoe meer je denkt dat huisdieren alle emoties hebben en dat jij ze allemaal kan herkennen. En naarmate je ouder wordt, is dat minder het geval. Oudere mensen zijn over algemeen, van vooral de wat complexe emoties, vind ik lastig in mijn huisje te herkennen. De meest belangrijke factor was eigenlijk, eigenlijk in welke mate je verbonden bent met je huisdier. Hoe meer je gehecht bent aan je huisdier, des te beter je denkt in staat te zijn dat te kunnen. En wij vroegen mensen de volgende vragen, en die wil ik ook even aan jullie stellen. Wie heeft een foto van het huisdier in huis hangen of in de beurs wellicht? Oh, een enkeling. En wie neemt je kat of je hond mee naar bed? Of mag de kat en de hond in je bed slapen? En wie laat zich wel eens in het gezicht likken door je hond of door je kat? Nou aan dit en nog meer vragen als je daar met ja op antwoordt, is je hechtingsindex met je huisdier hoger dan als je daar nee op antwoordt. En wat blijkt: mensen die een hoge score op de hechtingsindex hebben, zeggen beter in staat te zijn de emoties van hun huisdier te herkennen. Vooral mensen die echt heel intensief met hun huisdier optrekken, die beweren mijn huisdier heeft alle emoties en ik kan ze ook allemaal in mijn huisdier herkennen. Maar wat nou het omgekeerde? We kennen ook allemaal de verhalen van als je terugkomt na een lange werkdag, je voelt je niet zo lekker in je vel dan komt je hond naar je toe en geeft je een zekere troost. Of als je heel kwaad bent of je hebt met je kinderen, tot de kat dan van je vandaan loopt en niks meer van wat je wilt maken hebben. Kunnen dieren, huisdieren, ook onze emoties herkennen? En ook dat is niet geheel onlogisch om dat te denken, want zeker honden hebben natuurlijk een hele lange geschiedenis eh, samenlevend met de mens. En het is voor honden natuurlijk ook belangrijk, naast emoties van hun eigen soortgenoten te herkennen, ook te weten hoe wij, als mederoedeldier tegenwoordig, ook met onze emoties omgaan. En het grappige was dat tijdens ons onderzoek, waarbij we dus mensen foto's te zien van katten en honden met de vraag van welke emotie vertoont dit dier, hebben andere onderzoek honden foto's van mensen laten zien. en nagegaan of het inderdaad de hond op basis van foto's emoties herkent. En wat blijkt, foto's zijn goed in staat en in dit onderzoek werd dus een blije persoon en een blije hond en een wat norsig persoon en een kwade hond werd gekoppeld aan positieve en negatieve geluiden. En een hond keek inderdaad significant vaker bij een negatief geluid naar de agressieve hond of naar het kwade gezicht, en bij een positief geluid naar het neutrale hond of naar de, uh, het bijgezicht. gezicht. En de conclusies van het onderzoek was ook dat honden zeker wel in staat zijn op basis van foto's alleen, dus hebben we niet nog over interactie, die we gewoon van dag tot dag met ons huis hier hebben, op basis van foto's alleen in staat zijn om onderscheid te maken tussen kwade mensen en neutrale, vrolijke mensen. En dat vond ik wel een heel leuk stukje onderzoek. Hebben dieren emoties? Ik denk dat daar eigenlijk geen discussie over mogelijk is. Ik denk zeker dat dieren emoties hebben. Ik denk dat ze ze wellicht op een andere manier dan wij ze uitdrukken, wellicht op een andere manier uh, communiceren, maar ze hebben emoties. Maar terug te komen op de hoofdvraag, kunnen wij, kunnen jullie de emoties in je huisje herkennen? Dat is ontzettend lastig. Ik heb laten zien dat het ook wel afhangt van of je man of vrouw bent, jong of oud, in de mate waarop je denkt dat je je emoties in je huisdier kan erkennen. Uh, maar waarom is het nou van belang om dat te weten? Nou, allereerst denk ik, het is een gegeven dat wij steeds meer en meer omgaan met huisdieren. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd hebben steeds meer mensen een huisdier. En het is ook steeds meer bekend dat je bad met je huisdier nog bepaald kan zijn voor veel dingen. Er is onderzoek gedaan dat mensen met een huisdier, vooral honden, over het algemeen meer sociale contacten hebben. Je laat je hond uit, je maakt een praatje met iemand anders met een hond, en op die manier heb je wat meer sociale interactie dan zonder hond. Mensen die katten aaien, hij is aangetoet, hebben wat lagere bloeddruk, voelen zich wat happier dan mensen die geen huisdier hebben. Dus er zijn veel interacties, positieve interacties met ons en huisdier. En ik denk dat het daarom van belang is om wat meer zicht te krijgen in emoties van onze huisdier. Maar ik denk zelfs dat we nog een stapje verder moeten gaan. Ik denk dat meer inzicht in emoties van dieren in zijn algemeenheid wellicht ons iets meer respect voor onze mededier bijbrengt en misschien ons meer het besef bijbrengt dat wij wat meer op onze mededieren lijken dan we wellicht in eerste instantie denken. En tijdens mijn onderzoek moet ik altijd denken aan de vraag of aan de uh, gezegde van uh, Mahatma Gandhi, de beschaving van de samenleving valt af te meten aan de wijze waarop we omgaan met dieren en ik hoop echt dat meer inzicht in emoties of hoe wij aankijken tegen emoties in onze huisdieren daar een rol in kan spelen en een stapje aan kan bijdragen. Dank jullie wel.